Goedemorgen! Als we dit filmen, is het 1 januari 2023 en weten jullie allang wat er op de agenda zal staan tegen dat je dit beeld ziet. Maar in 2023 nemen we jullie mee achter de schermen van Lirena en ook van ons gezinsleven. En we gaan dat normaal een jaar lang doen, dus er komen heel wat toffe behind the scenes aan die jullie zeker kunnen meevolgen met Lirena en ook met deze kleine cuties die er bij mij zijn. Amai, het is niet te warm buiten. Het is vandaag 3 januari en dat wil zeggen dat de solden beginnen. En ik vind dat eigenlijk altijd ook een beetje spannend nu. Dat is altijd zo met elk shoppingweekend of elk evenement dat we doen. Denk ik heel vaak dat er niemand gaat komen. Dus ik vind het ook vandaag weer spannend. Ja, ik ben heel benieuwd of er veel mensen gaan komen vandaag om nog koopjes te doen. Het is in elk geval het perfecte weer. Schitterende blauwe lucht. Dus ja, eigenlijk kan het niet mislukken. Maar ik ben natuurlijk wel heel benieuwd of dat iedereen daar zo over denkt. Dus, evenement overdag en s'avonds? Ja, s'avonds is de Hala. Maar overdag kan je... Lisa! Wanneer ik bij je ja, je sowieso een beetje die sportievere look. Dan zoek ik gewoon naar... dat is sowieso met de sneaker dragen hier overdag. Ja, dat is het makkelijkste. Maar het is een beetje ruim, dus ga je zo met je rug naar een 31 gaan in dat modelletje. Is dat hem? Ja, kan ik even voelen. Ja, dat zit eigenlijk wel goed. Dat zit perfect. Ja, het is echt tof, hé. Wat dat kleur? Dat is niet normaal bedoel ik. Cool, hé. Kan ik even zeggen wat hij nu doet? Ik weet niet, het zijn veel mensen dat doen. Je laat geen je blouse aan zo warm, ja, maar eigenlijk wil je hem de rest ja. Dat al je benen gaat, oh mensen, die blouse is zocht. Ja, zalig. Dat is veel langer. Maar hier gaat hij niet meer naar komen. Dus we gaan hem eigenlijk schoenen, als we dat verlangen je benen. Maar veel mensen die pijn... Allee, ja, nu heb ik. Zo goed dat, maar ik kan dat wegsteken, ja. Eigenlijk door dat erover. Dat, als ik dat doe, is dat ook al zo. Is dat een beetje slobberig? Ja. En eigenlijk moet ik mijn benen verlangen. Nu heb ik mega schoenen, lange benen. Bij mij is dat het geval niet. Maar ik moet ze wel een beetje optisch verlaan en hij doet dat ook. Ja. Hey. Ik wou dat er aan die kant kwam. Alissa is hier ook. Hey, hey. Hi. Dus je moet hem altijd ook voor hem meebrengen. Ja, een beetje aan het milieu pijn. Ja. Dat is eigenlijk de bedoeling. En toen krijg je 5 extra joinpunten. Ah, oké. Dat is ook leuk. Ik kan me nog niet geven. Of hij strooit zelfs. Tot en wat de mostraal niet zo zeggen. Tot de volgende. Life as we know it. Ah ja, dit is een filmpje. Ik dacht dat die vallen en dat was niet voor. Als ik het niet had gezien. Het is mooi, dit is het talent van. Hallo, ja. Queens, het is precies een beetje een rare dag vandaag, want ik lijk opeens mega emotioneel geworden te zijn, wat dat eigenlijk niet constant gebeurt. En vandaag was het de laatste dag van de solden en toen ik vanavond de deur sloot, en ik daarnet eigenlijk in de winkel, dan ja, overviel mij dat zo plots, zo die spanning van een heel collectieseizoen, die eerste paar maanden in de winkel, dat was toch precies wel... heavy shizzle, om het zo te zeggen. Als ik begon in september, dacht ik dat ik alles goed ingeschat had. En gaandeweg zie je wel dat dat goed loopt. En zie je van, oké, ik heb de juiste beslissingen genomen. Maar dan toch, als je dan, zoals daarnet, die deur achter je dicht trekt. En ja, je ziet dan dat je eigenlijk amper 1 paar schoenen over hebt. En amper 27 stuks uit je hele collectie. Dan was dat precies toch alsof dat er een super grote last van mijn schouders viel. Dat ik dat toch allemaal wel goed gedaan had. En dat goed dat ingeschat. Wat ik zeker niet had kunnen voorspellen. En ik weet dat dat ook is dankzij al mijn klanten. Dankzij die queens die blijven langskomen. Maar toch, ik voel dat aan mezelf. Alleen mijn krop zit echt hier. Dat ik het lastig heb om dat nu even te plaatsen. Daar echt van te genieten van dat moment.
Kijk ook altijd heel graag vooruit. En ik ben iemand die altijd super positief is. Die er ook alles gaat aan doen om dat goed te laten marcheren. Kijk ik altijd graag voor nieuwe ideeën. Maar het is eigenlijk ook echt dankzij mijn klanten. En dat is iets dat recht naar mijn hart gaat. Dat ik heel blij mee ben. En dat is echt wat ik elke dag voor doe. Maar dan ook te zien dat het gelukt is. It really makes my day. En daar ga ik nu echt wel een goed glaasje wijn op drinken. We moeten zo meteen naar vrienden, dus ik ga er zeker deugd van hebben. Mij een beetje bijschminken, dat duidelijk ook wel. Zodanig dat ik mijn gedachten even kan verzetten en helemaal vooruit kan kijken naar die nieuwe collectie die eraan komt. Hé. Maar dat gaat weer een beetje wennen worden. Dat ochtend is en dan weer naar school moet, niet? Maandagochtend 9 januari en de eerste fotoshoot voor de eerste drop doen we vandaag. Dus ik mag zo meteen naar Evie voor mijn haar en schmink. En de twee andere modellen zitten ook bijna in de schmink en klaar voor hun haar. En je ziet het misschien aan de auto, ik had het getoond. Maar die zit ja, volledig vol met van alles en nog wat. En ik zie er vooral nog mega moe en mega slaperig uit. Maar we hebben er super veel zin in, want het wordt de eerste drop van 2023. En dat is toch altijd een beetje spannend wat jullie daarvan gaan vinden. Dus ja, ik neem jullie vandaag ook mee natuurlijk achter de schermen van die fotoshoot. Het is mega slecht weer. Het is echt een Blue Monday. En je zegt niet blue, maar gewoon dark grey. Maar zwart, we gaan er een hele leuke dag van maken. En straks hier alles uit de auto halen voor de fotoshoot. Ik heb er mega veel zin in. Zo kan ik alleen het tussenwerken als op de computer. Ja. Kijk je daar echt... Allez, ik ben soms echt een hele dag in stilte te werken. Dat ik niet rond mijn aan. Ik heb toch wel een keer een beetje radio ook. Natuurlijk, dat is toch meestal acrylic geconcentreerd werk doen, niet? Ja. Boeken, dingen, facturen. Tuurlijk. En toen denk ik wel gaan dat het stil is. Voilà. Voilà, zeg maar. Ik heb mijn bril aan doen, niet? Ah, oh, veel beter, hé. Is het goed? Ja, kijk nu, ik heb onder de mensen kom niet. Anders hoor. Maar oh. Hier nog een hé. Dan ik toch veel minder, hé. Dag, hallo. Ah. Zoiets heb ik gevoel, we zijn al binnen. Ik ga netjes aanzien. Daar heb je er wel een beetje aan. Hier wil ik wel. Oh my god. Een beetje tijd spenderen. Hé, het is een max, hè? Oh wow. Wow, dat is zo Instagrammable. Oh, ik had het weten dat er hier een koor uit was. Die zin hebben best gesloten. Ik kan hier kunnen komen, commissies doen. Een andere brennetje? Ja, ik had een ander brennetje. Ik ga met gewoon met de muur zien. Hé. Kan ik uw outfits gekozen op basis van de muur? Ja, kijk, je ziet dus voor de CEO goed te zien. Ja. Je moet hier de bloem vast doen. Ik heb gevraagd of er iemand komt. Nee, hij heet hij. Kom niet, Lindsay. Dit was beter. Ja. Op. Een team weer. Ah, te mooi. Hij was hier een ziel aan zo'n strot loopt. Ja. Ja, daarom noemen we het ook ja, niet Lindsay en Paris. Zie je? Oh, niet Lindsay en Lila. Stel je voor. Man. Ja, wat moeten we nog doen? Want nog een reel, hè? Dat was een ding dat we moesten nog een doen. Een ding van... Oh, I had it like a week. Ah ja! Oh my god, we nemen vandaag de trein erop en we gingen dat buiten doen, maar dat was buiten dit fantastische regenweer gerekend. Dus ik moet opletten dat ik nu wegwaai en we gaan eerst gaan kijken om
mijn haar en de schmink goed te doen en daar gaan we nu aan beginnen. Mooi, dat ziet er al heel anders uit. Shiny. Mooi, hè? Zie dat aan dat je krullen en zo? Ja, schmink is ook echt makkelijk. Ja, hè? Het is onder water, oké? Oei, ja. Tegen deze namiddag gaan ze dat hier, ik denk, gaan ze dat afsluiten. Zo slecht weer, dat moet zien. Het is gewoon echt. Voetjes in de lucht. Ja, mooi. Dat is gewoon een vijver geworden. Ja, is dat, hè? Mooi. Best dat we nog een binnenlocatie hebben, Paulien. Mm-hmm. Wij gingen daar gestaan en op de dijk in Oostende. We waren gewoon verzopen geweest. Ja, verzopen kat. Lirena TV, de verzopen versie. Ja. Van de camera voor een keer op beeld te hebben. Alright, de trailer shoot zit erop. Het was echt mega tof. Ik ben wel terug back af. Maar ik ben nog net op tijd om mijn kindjes van school te gaan halen. Dus ik ben er eigenlijk heel blij mee dat ik ze nog zelf kan gaan halen, want dat is alweer lang geleden. Dag kindjes! Dag mami! Hoe is het met mijn zaadjes? Goed. Hoe was het in z'n oog? Goed. Dus, je kent tennis. Je kent je. Ah, het is tennis, maar samen best dat je dat zegt. Ik ging dat weer vergeten. En weet je, je kent toch tennis. De filmavond? Ja, dat ken ik. Rara, welke film ga ik kijken? Welke film? Die van Klaus? Nee, Clifford! Ja, het is zondagnamiddag en ik ben volop bezig met alles voor te bereiden voor het feestweekend van Irene dat er is op 19, 11, 12 februari in dat weekend. Ook alles aan het voorbereiden voor de lancering van Irene TV en ook nog volop bezig met de lancering van, jawel, want het magazine dat er ook aankomt. Dus het is vooral hier te doen op de computer vandaag. Zondag is ook altijd make-upless day bij mij. Dus de kindjes zijn aan het binge-watchen. Dat doen ze super graag. En ze mogen dat heel soms een keer doen bij mij. En dat geeft mij ook de nodige rust in huis. Terwijl dat de hubby naar het voetbal is, de kindjes aan het binge-watchen zijn. En dat ik dan op mijn gemak nog een beetje dingetjes kan verder voorbereiden. Ik ben al redelijk ver. Ik ben al een uurtje of twee bezig. En het resultaat daarvan, ja, dat gaan jullie allemaal zien natuurlijk op de socials. Dag Molletje. Hey, lauwatjes. Oh, wat is er met Sammetje? Wat is er? En waar dat vriend? Wat is er? Wat is er, moestje? Amo, wat vind je? Amo, kom hier. En zo blaffen. Amo, wat is er? Ja, we gaan ze bij pakken, hè. Ik heb er wel al een deel gedaan. Hier liggen er nog 4463. Maar het kan betant zijn dat ze dat niet in dozen gedaan hebben. Het is wel met de voel. Ja, zo. Oh, nee. Ja, hè. Nee, nee. Jee. Oh, wat zo mooi. Wat heftig, hè. Ja, hè. Ik ken er twee, dat is ook al een keer kunnen kijken hier. Mooi. Je vrouwtje. Ja, al die teksten ga je er een keer moeten apart lezen, maar ga je er dat al nog niet zien van elkaar. Nee, zo tof. Kijk op mijn muziek. Ja, het is een leveringsje toegekomen, dat we zeggen. Hé? Kijk hier, ik ga subiet heel wat werk hebben. Er zitten schoentjes bij, maar ook de nieuwe Lirena-tassen zitten erbij. Dus die herbruikbare, die super mooi zijn. Het is ook een nieuw ontwerp. Dus ja, ik ben heel benieuwd om ze zelf te zien. Ik ga ze nog niet delen met jou, maar... Ja, ze moet nog een beetje verrassing zijn voor het feestweekend dat er binnenkort aankomt. Maar in elk geval, ik ga weer werk hebben om dat allemaal op zijn plaats te leggen. Dat is zeker. Dus we gaan er een beetje aan werken. Nee, dat komt in orde. Hey. Ah! Mag je dat nozelen? Ik kan het van oor, hè. Ik kan het van oor. Ik ga zitten door nu tien en mijn kop.